In het openluchttheater Dijkzicht in Rotterdam heeft de dierenbescherming in samenwerking met de gemeente een hondenshow georganiseerd voor kinderen van 4 tot 16 jaar onder het motto Welk kind heeft de beste hond? Er waren ook verstandige exemplaren die begrepen wat er op het spel stond en die dan ook heel vriendelijk kwispelstaarten naar de leden van de jury. Sommigen probeerden tot een meer dan vluchtige kennismaking te geraken, maar de meesten vonden het wachten dodelijk vermoeiend. Het was dan ook een verademing wanneer voor hen het ogenblik van het défilé aanbrak. Aan de lijn werden ze langs de jury gevoerd, de keeshondjes, de doggen, de spaniels, de herders, de boksers, de poedels. Maar er waren er die dom genoeg meer interesse voor de camera dan voor de keuring hadden en die dus geen prijs kregen. In de ogen van de jury kwam de Dalmatische dog van Maya van Wijk het best voor de dag. Een prachtig lint was de beloning voor deze rashond. Er waren ook prijzen voor de bastaarden, zoals voor deze witte Kees, die niet helemaal wit is. Maar geen hond weet dan ook wie de vader is.